hoorde net iets over ziekteverzuim. Vertel eens. Ja, nou, dat wordt wel eens geroepen. Maar onze Poolse medewerkers of Hongaarse medewerkers, het ziekteverzuim bij ons is maar 1,5%. Terwijl landelijk bij veel bedrijven het percentage 4% is. Dus dat geeft wel aan dat de mensen gemotiveerd zijn. Wat vindt u van de haringparty in Almelo? Nou ja, dat is weer een fantastische opkomst. Er is heel veel belangstelling. Dus volgens mij is het weer een heel groot succes aan het worden. Het is nog maar net aan het begin, dus het loopt helemaal binnen nu. Het is een heel mooi netwerkevent. En het is heel goed om elkaar weer te treffen op deze mooie locatie. Met een geweldige verzorging vanuit Bolk Transport. Andere partijen komen hier ook, maar die blijven nooit zo lang. Oh ja, nou, maar bij de VVD zijn we natuurlijk wel van gezelligheid. Dus misschien dat dat ermee te maken heeft. Ik denk dat het vooral een heel leuk event is om elkaar te ontmoeten. Dat kan door de partijen heen en dat kan ook met VVD'ers. Ja, ik ben gek op haring, want die heeft volgens mij een heel vat gekocht. Ja, dat klopt. Wij zijn altijd aanwezig op haringparties en we zijn sociaal altijd aanwezig. En vaak is het voor een goed doel. En zodoende hebben we gisteravond bij Creta het vaatje haring gekocht. Samen met de firma Neiba uit Rijzen. En vorige week hadden we een haringparty bij Heracles. En ook met geluk kwamen we daar ook aan het vaatje haring. Dus op dit moment hebben we er al 2. Ik ben nou niet meer bij Heracles. En dan werd hartstikke goed betaald bij Heracles. Dus je moet er een beetje bij beunen. Bij de KNVB heb ik een heel andere functie. Ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat is wat anders dan voorzitter bij Heracles. Was in het begin een beetje wennen, maar dat gaat al prima. Ja, dat loopt ook niet elke dag, denk ik. Nee, ik ben er 1 dag in de week druk mee. En bij Heracles was ik iedere dag op het stadion. Ik ben heel vereerd dat ik vandaag mag spreken. En u kent allemaal Henk een beetje natuurlijk. Dus wat gebeurt er? Eerst belt Henk, Rita, wil je spreken? Dan belt Henk, Rita, maak je het niet te lang? Dan belt Henk, Rita, die mensen hebben allemaal zin in haring. Dan komt er een sms'je, hou je het kort? Nou Henk, ik hou het heel kort. Veel hoogtepunten, maar ook veel dieptepunten. Nou ja, veel. Een paar dieptepunten. En precies in die dieptepunten leer je je vrienden kennen. Je echte vrienden kennen. Henk, en ik ben een rijk mens. En Peter is een rijke man dat wij jou tot onze vrienden mogen rekenen. Dankjewel.